dingen waar ik mee bezig ben, dat vind ik natuurlijk dat ik ook transformatie kan strekken. Daar komen we straks wel even op terug. Deze les gaat over open akkoorden. Open akkoorden zijn akkoorden waar we op snaren in zitten. Het meest simpele voorbeeld is natuurlijk deze C. Dus je hoort hier twee open akkoorden. Sorry. Dus je hoort hier twee open snaren. Nou, iedereen kent die wel. Je hebt A mineur, E mineur, ga zo maar door. Deze manier wat ik nu ga uitleggen, dat is eigenlijk een creatievere manier. Kun je ook gebruiken met spelen, je kunt het ook gebruiken met songwriting. En het zou best goed kunnen dat je de namen van de akkoorden helemaal niet weet. Wat voor het creatieve proces ook niet zo belangrijk is. Het gaat gewoon om je oren en wat jij mooi vindt. Nou, een middel om dat te gaan doen, is door een open akkoord te nemen. Bijvoorbeeld, laat ik zeggen, ik speel een A mineur. En wat vaak heel goed werkt, is gewoon dat eens op gaan schuiven. En eens kijken wat je dan hoort. Dus ik zou kunnen zeggen, ik speel A mineur. Maar als ik hem nou eens doorschuif naar de derde positie, wat hoor ik dan? Dan gebeurt iets magisch. Waar we denken, wow, wat is dat voor een akkoord? Dat zal ik ook moeten uittellen, want precies is, komt er wel achter. Het gaat om de klankkleus. Je pakt gewoon een hele simpele greep. Hè? Die schuif je door, in dit geval naar de derde positie, en dan luister je eens hoe het klinkt. Dus dan kun je hele mooie effecten mee creëren. Dus zo kun je heel veel verschillende akkoorden spelen die relatief simpel zijn om te spelen. Maar je schuift gewoon iets door. Hetzelfde kan ik bijvoorbeeld doen met het C-akkoord. Als ik het C-akkoord, zoals ik dat net speelde, als je dat dan gaat doorschuiven, dan ook weer naar de derde positie, dan krijg je dit. Dan denk je, wow. En je kunt het ook heel goed bij vingerstralen gebruiken. Ik gebruik het zelf heel veel bij mijn liedjes. Open akkoorden. Dus je kunt met die open akkoorden door gewoon met een hele simpele greep te schuiven, kun je best wel verbluffende effecten krijgen. Ja, hetzelfde verhaal is, ja, je kunt het met alle akkoorden doen die je speelt. Stel je speelt een F, en dan niet een bre, maar je speelt hem gewoon eigenlijk als drieklank. Dan kun je dat voor allerlei dingen. Dat is niet zo bijzonder. Ja, dus experimenteer ermee. Want je hoort vaak akkoorden dat je denkt, wat is dat een godsnaam? Het klinkt wel heel complex. Maar het blijkt dan eigenlijk gewoon een hele normale, hoe noemen ze dat, kampvuurgreep te zijn. Ja, die je gewoon doorschuift. Dat is allemaal niet zo spannend. Hetzelfde kun je ook doen met breakakkoorden. Stel je hebt een F-akkoord. Wat heel mooi is om te doen is dat F-akkoord spelen, maar dan niet als compleet barré, maar gewoon de hoge snaren, dus de B en de hoge E-snaar, om die open te laten klinken. Dus als je ze niet open speelt, klinkt een F zo. Maar als je dat nou zo doet, dus maak je een beweging naar voren, dus je hebt een B en een hoge E-snaar, dan klinkt dat akkoord ineens zo. Dan krijg je iets Spaans. Nou, hetzelfde schuif je door, naar vies krijg je dit. En je hoort vanzelf wel van, oh, dat zijn de sweet spots, want stel ik speel hem hier. Je hoort vanzelf dat het niet zo heel mooi is. Maar zo kun je gewoon eigenlijk gaan schuiven. Schuif met een eind raak en dan ga je dingen horen. En dat kun je natuurlijk eigenlijk weer met elkaar combineren. Dus exploiteer er eens mee. Je kan ook gewoon eigenlijk heel simpele dingen. Zeg van, ik speel twee noten ergens in het midden. Dan krijg ik dit. Ik doe gewoon dit. En dan speel ik er een A en zo. En zo omheen. Dus je kunt kijken van ga ik het complete akkoord pakken, schuif ik dan door, hè, de kampvuurgreep. Of ga ik gewoon eens experimenteren met gewoon zoals je dat net deed. Hè. Dus pak je gewoon dit. Nou, dan ga je hier naartoe. Niet zo bijzonder. En je denkt dat klinkt leuk. Dus wat ik doe is, ik speel gewoon op de D-snaar, de wijsvinger, op de G-snaar, de ringvinger. Dat hele kwint. Dan schuif dat door naar de tiende positie en dan denk ik, oh, dat is een leuk begin van liedje. Dus ja, experimenteer ermee. Dat is eigenlijk misschien het idee. Dan kom je wat creatiever uit de verf misschien. Wat ook heel erg leuk is, en dat heeft eigenlijk te maken met in welke volgorde dat je die snaren speelt. Hè? Dus je kunt, laat ik eens een voorbeeld pakken. Dat wat ik net speelde, op die tiende positie. Dus je hoort dat die B-snaar en E-snaar, dat die open worden gespeeld.
Kijk, als jij dit doet, dus je gaat gewoon naar beneden en weer terug, krijg je dat effect. Dus of. Enzovoort. Dus dat is niks bijzonders. Maar het wordt eigenlijk leuk op het moment dat je een bepaald patroontje gaat bedenken, hoe je die snaren aanslaat. Dus niet naar beneden en weer terug. Maar bijvoorbeeld om en om, hè? Dat je één snaar overslaat, bijvoorbeeld dit. Dus nu speel ik de D-snaar en de G, de D-snaar en de B-snaar, dan de G-snaar en de E-snaar. Dus ze zijn een soort ja, om en om. En zo kun je van allerlei dingen bedenken. Dus, dus experimenteer daar ook maar mee. En dan goed, dan ontdek je op een gegeven moment gewoon lijn. Ik zal heel even een duikplek dan pakken. Er is een song wat ik heb geschreven, die staat wel in drop D, dus dat laat ik dan maar even die laag eens naar. Maar dan speel ik bijvoorbeeld op de 10e positie deze noten. Klinkt een beetje grillig, maar goed. Wat ik speel is de noot D, de noot G en dan de noot B. Dus, maar de E-snaar, die speel ik open. Nou, dan ga ik daarna schuif ik door naar dit akkoord. Dat is weer een B op de D-snaar en dan een D en dan een A. En dan speel ik op de vijfde positie, speel ik op de D-snaar 3 een A-noot en dan een C en dan een F. Krijg je dit. Gewoon eigenlijk een F3 klank, of in een bepaalde omkering, maar dan weer een hoge E. En als laatste speel ik gewoon een G3 klank. Ja, dan komt er nog ergens een dim. Dus een dimmerkort. Alles bij elkaar is het dus dit. En dan dat dimmerkort. Nou, ik heb daar een heel simpel picking patroontje, aanslagpatroontje. In dit geval kan het ook gewoon met de plekker spelen, maar speel ik het met de duikplekker. Wat ik doe is wat ik net speelde, ik wissel af. Dus ik sla een snaar over. Dus D-snaar, B-snaar. G-snaar en E-snaar. Dus dan krijg je, als je het bij elkaar hoort, krijg je. Dat is al een bepaalde melodie. Hè? Er zit een bepaald melodisch fragment in. Maar dan krijg je het volgende, dan schrijf je terug. Hetzelfde met deze. Dan deze. Dus als je dat oefent, krijg je een soort, je hebt dus een begeleiding in akkoorden, maar op een of andere manier zit er ook een ik zal het even voorspelen, zit er ook een eigen melodielijn in. Maar je speelt er dus ook met, in dit geval is het één open snaar, dat is de hoge E-snaar. Dus als je... Dan krijg je dat effect en ik speel dat het begin wel iets sneller. Dus je krijgt er eigenlijk een heel mooi effect mee. Dus open akkoorden, denk eraan niet alleen die standaardgrepen wat iedereen wil spelen. Probeer er juist een beetje doorheen te breken, want ik denk dat we te veel. Ja, vind ik. Hè. Dan komt het waarschijnlijk ook omdat ik veel muziek heb gespeeld en veel verschillende muziek ook vooral heb beluisterd. Dus dan heb je het op een gegeven moment wel een beetje gehad met. Niks mis mee, hè. Er worden miljoenen liedjes mee geschreven. Maar het gaat op een gegeven moment een beetje vervelen, dat vind ik. Dan denk ik van ja, dan gaan we met het volgende liedje. Dat zijn dan eigenlijk steeds wel dezelfde akkoorden. En dan zou je kunnen doorbreken door gewoon eens lukraak wat ik aan het schuiven. En ja, dan wordt het harmonisch iets interessanter. Wat het laatste wat ik vertel, wat ook een goede manier is om iets meer magie, laat ik het dan maar zo noemen, te creëren in misschien in de songs die je schrijft, maar ook in de akkoorden en hoe je ze gebruikt. En dat is door het akkoord, dus
een kampvuurkoord te laten voor wat het is. Dus je speelt inderdaad gewoon die drie keer lang. En dan eens kijken wat het met een akkoord doet als je puur alleen de basnoot verandert. Dus stel je voor, ik speel een G. Ja, ik speel een G. Dus een simpele versie, gewoon de drie keer lang. Nou, als je het Barré-akkoord speelt, klinkt dat natuurlijk zo. Niks raars aan. Dus in het midden klinkt dit. Dan stel je voor dat ik dat laat liggen en ik gebruik een andere basnoot. Dat klinkt dan heel anders. Kijk bijvoorbeeld dit. Dat idee. Dus dat maakt eigenlijk al, ik speel gewoon een G-akkoord, maar wat ik doe, ik pak in dit geval een A als basnoot. Dan krijg je dat G-akkoord een hele andere kleur en ook een hele andere functie binnen het liedje bijvoorbeeld. Dus dan kun je kunt ook gewoon dus eigenlijk de akkoorden pakken die je kent, maar veranderen eens een keer de basnoot. Wat ik altijd zelf een hele leuke vind, dat is, ik had net die G, dat wordt wat lastig om een F in de bas te leggen, maar dat is mogelijk, want ik kan ook natuurlijk dit G-akkoord spelen, dit open akkoord. Dat is bekend. Nou, wat zou er gebeuren als ik daar een F in de bas leg? Dus ik laat het G-akkoord, heel simpel, dit is het G-akkoord. Maar wat gebeurt er op het moment dat ik een F in de bas leg? Je hoort dat het best bijzonder is. Je krijgt daar hele aparte effecten door. Dus daar zou je ook mee kunnen experimenteren. Stel je hebt een liedje wat gewoon C, F, G is, om het heel simpel te doen. Probeer eens wat uit. Bijvoorbeeld, ja, wat alle mogelijkheden is, dus wat ik net speelde. Stel je hebt C. En in plaats van dat je nou naar de G gaat, ga je ook wel naar de G, maar je laat de F liggen, dan krijg je. Komt de G. Dit geeft een heel ander effect. Ja, het is een kwestie van smaak. Hè. Het kan best dat je denkt, nou, daar vind ik echt niks aan. Alleen, probeer dat uit en je zult merken dat je liedjes, of wat je ook doet, hè, met begeleiding, je kunt er voor alles mee, die krijgen meer diepte. Dus dit waren drie manieren waarop je met je akkoorden. Ja, moet ik het zeggen, het wordt meer magie en je komt ook iets dieper in de muziek terecht. Dus de eerste manier was schuivend door, hè, met de pakken in grepen. Ik had toch gewoon C. De tweede manier was, nou, doe het minimaal. Druk gewoon een aantal noten in en dan had je het voorbeeld. Daar zou je dus ook mee kunnen experimenteren. En het derde wat ik net vertelde, dat was toch het akkoord aanhouden en dan eens kijken hoe het klinkt op het moment dat je een andere basnoot bij dat akkoord neemt. Ja, er valt me nog één ding in wat je ook zou kunnen doen, is, ja, dat valt me nog in, ik denk, die plakt er maar even bij. Wat ook leuk is, en dat komt veel in de rock voor, is je speelt een bepaald soort akkoordfiguurtje. Hè? Dus stel je speelt. Ja, dan kun je dus dat blijven spelen, maar je gaat steeds met de bas iets anders doen. Dus ja, je begint heel simpel te zeggen. Dus joh, ik speel eigenlijk hetzelfde. Ja, die laatste was erg lastig. Ik speel eigenlijk hetzelfde patroontje en ik verander alleen de basnoten. Dus dat kun je uren mee vooruit natuurlijk. Dus kun je van alles bedenken. Dus je kan elk beetje akkoordgroefje. En vaak heb je denk ik het geluk dat je iemand in je band hebt die bas speelt. Of in ieder geval keyboards kan spelen. En dan kun jij je patroontje gewoon blijven spelen. En dat verandert dan. Dus het patroontje, dat herhaalt zich. Nou, hebben jullie tenminste een beetje inspiratie, hoop ik. Ik zou je willen vragen om naar GoFundMe te gaan. Omdat ik dit wil gaan uitbouwen, dat heb ik ook al uitgelegd. En van mensen die al gedoneerd hebben, want dat is fantastisch, ik ben ermee begonnen en mensen hebben gelijk gedoneerd, dus super bedankt. En ik ga daar ook dit soort dingen voor teruggeven, maar alleen als ik een bedrag bij elkaar heb, natuurlijk een heel stuk professioneler. Goed, en met mijn eigen album uitbrengen, maar ook heel veel informatieve dingen. En
behind the scenes. Dus het zou fantastisch zijn als jullie kijken en doneer maar wat je wil. Als je niet doneert, is het ook goed. Maakt het totaal niet uit. Maar het zou fantastisch zijn. We moeten proberen om de muziek en de diepte van de muziek, maar ook juist de functie van muziek, dat moeten we in leven houden. Want ik denk dat het voor heel mensen ongelooflijk belangrijk is om door welke tijd ze ook heen gaan, om iets van hoop te vinden in muziek. Maar ook plezier te vinden in muziek. Want muziek is overal. Je kunt erop dansen, je hoort het in het voetbalstadion, zo hoor je muziek. Mensen zingen samen, voelen zich beter door dingen te doen. Een instrument bespelen, bevordert je intelligentie. Ja, zou je mij niet zeggen, het was schijnt waar te zijn. Dus het prikkelt je en het maakt ook dat je doelen hebt in je leven. En dat kunt er heel veel zijn. Maar het is heel mooi als je, en het maakt eigenlijk helemaal niks uit als jij voor jezelf een doel stelt. Dan van ik wil over jaren altijd eens Korczokje ziekje kunnen spelen. En dat lukt, dat is dat een ongelofelijke kick. Waardoor mensen gewoon meer in zichzelf gaan geloven. En zich niet laten afleiden door onzekerheid of misschien door andere mensen die ze onzeker maken. Dus muziek, het spelen in een band ook natuurlijk. En het spelen van een muziekinstrument heeft eigenlijk een ongelofelijke grote functie. Daar ga ik echt wel eens een keer al pratende ga ik daar wat dingen over vertellen. Waar jullie misschien iets aan hebben. Nou, bedankt. In ieder geval voor de mensen die gedoneerd hebben. Maak je vooral lid van mijn YouTube-kanaal, Joost van Goossen Musicfulness. En tot de volgende keer. En het gaat gewoon iets vormen waarop ik op één vaste dag steeds iets ga doen. Dankjewel en succes met alles. Dag.